In deze video ga ik laten zien hoe een productieve dag bij mij eruit ziet. Ik begin de ochtend altijd heel erg vroeg. Ik ben namelijk een ochtendmens en ik vind het totaal niet erg om vroeg op te staan. Ik heb mijn haar en make-up gedaan en ik heb een outfit aan. Er is een kans dat ik misschien later op de dag van outfit ga switchen. Dat doe ik al regelmatig als ik bij wijze van spreken ga filmen, content gaan maken. Maar op dit moment zie ik er zo uit. Ik ben nog niet helemaal klaar voor de dag, want dagelijks draag ik ook sieraden. En ik wissel eigenlijk per dag of soms per periode van sieraden af. En voor deze video heb ik een aantal sieraden van Ana Luisa opgestuurd gekregen. Als ik sieraden draag, vind ik het belangrijk dat ze in eerste instantie mooi zijn. En ook kwalitatief heel erg goed zijn en dat ze lang meegaan. En dit merk is nog eens duurzaam. Hun gouden sieraden zijn gemaakt van 100% gerecycled goud. En ik ben een persoon die goud en zilverkleurig draagt. Maar hier heb ik 3 sieraden. Het zijn allemaal oorbellen. Dit is het eerste paar, een ringetje met een bedeltje aan. Aan het tweede paar zit een maantje en een sterretje. Ik ben een persoon die van symmetrische oorbellen houdt. Dus dat ik aan beide kanten hetzelfde design heb. Maar dat is bij dit niet het geval. Dus dat maakt het toch wel wat speelser. En dan hebben we dit paar. En dit heeft ook een soort van sterretje. De prijzen van de Ana Luisa sieraden beginnen bij $49. En wat betreft de kwaliteit. Deze producten worden gemaakt door dezelfde juweliers. Als de producten van Tiffany's en Louis Vuitton. Dus dat belooft heel erg veel. Ik vind dit heel erg leuk. Naast de oorbellen hebben ze ook andere sieraden. Dus mocht je toevallig nog op zoek zijn naar mooie en kwalitatieve sieraden, zal ik een linkje van mijn oorbellen hieronder in de beschrijving zetten. En dan heb ik ook nog iets leuks voor jullie. Ik heb namelijk een kortingscode. Daarmee krijg je 10% korting op je bestelling. Ik heb nu deze combinatie gedaan. En dit vind ik ook heel erg leuk staan. Ik ga nu een video opnemen. Mijn setting staat al klaar. Ik heb altijd de meest professionele video setting. Not, gewoon eigenlijk niet. Ik heb mijn lamp op mijn bed staan. En hier is mijn camera. Het is inmiddels iets later op de ochtend. Ik heb ontbeten, ik heb gefilmd. Lekker productief. Ik heb maar liefst 2 video's gefilmd. Dus dat is heel erg fijn. En ik denk dat ik nu een andere outfit aan ga doen. Ik heb nu een jurkje aan. Maar het is niet super mooi weer. En ik ga straks samen met Sarah, mijn huisgenoot, naar IKEA. Dus ik wil even wat comfortabelers aandoen. Lekker overbelicht. Wacht even 2 seconden. Met Saar in de IKEA. En we staan nu voor een kamer. En ik ben gelijk verliefd. Want dit is echt, I love it. Gewoon strak, modern, maar toch wel sfeervol op de een of andere manier. Het houdt niet op bij ons. We hebben gezamenlijk al een kar vol. Met voornamelijk planten. Thank God dat we met de auto zijn. Want anders hadden we dit nooit in de trein mee kunnen krijgen. Maar ja, we zitten echt letterlijk bij de planten te kijken. Saar is ook even lekker bezig. Lukt het, meid? Maar ja, we hebben wat plantjes. Kijk hoe schattig dit is. Een ananasje.
We zijn weer thuis en het valt best wel mee hoeveel ik heb gekocht. Het leek heel erg veel in het winkelkarretje, omdat we natuurlijk spullen van ons beiden erin hadden. Samen hadden we wel echt mega veel, maar we hebben wat plantjes voor in huis. En ik wilde eigenlijk een bureaustoel en nog een soort van kastje, maar dat hadden ze niet. Dus ik ga op zoek naar iets anders. Wie weet dat ik ergens anders wel wat tegenkom. Een klein overzichtje van wat we gezamenlijk hebben. Plantjes. Opbergbakken. Kussenslopen. We hebben potjes voor kruiden. We hebben hier dus ons ananasplantje met een potje. Dat matcht met deze onderzetter. Ik heb net de keukenkastjes opnieuw ingericht. En ik heb iets nieuws waar ik heel blij mee ben. In mijn bureau zit een gat. Dat zie je nu niet, want dit zit erop. En ik dacht, ja, wat moet ik daarmee? En uiteindelijk heb ik de ideale oplossing gevonden. Dit is een oplader. Hoe ontzettend handig is dat? Sarah en ik hebben het allebei gekocht. En dit is zo ontzettend fijn. Helemaal omdat er al iets is ingebouwd in mijn bureau. Top, ik ben er helemaal blij mee. Altijd als ik naar de IKEA ben geweest, ben ik in een opruimbui. En mijn huisgenoot en ik zijn hetzelfde. Als de een eenmaal aan het opruimen is, wil de ander ook dat gaan doen. Dus we zijn allebei onze kamer een makeover aan het geven. Maar ik ga even kijken wat ik allemaal met mijn kamer kan doen. Ik heb mijn bureau een kleine makeover gegeven. Ik start net mijn computer op en ik ben van plan om een aantal dingetjes nog op mijn computer te gaan doen. Het is inmiddels alweer later op de avond, 8:30 om precies te zijn. En ik ben gesloopt. Ik heb deze avond gezellig met mijn huisgenoot gegeten. Het was echt wel een roomy day. Vanochtend was enorm productief. Eigenlijk was de hele dag wel productief. Naar de IKEA geweest, dingetjes in mijn huis georganiseerd. Ik ben helemaal content. Dit was een hele goede dag. Ik merk ook echt dat ik slaap nodig heb. Dus ik ga op mijn computer snel opstart. Ga ik mailtjes beantwoorden. En eventjes gewoon hier en daar wat bekijken. En dan ga ik alles doen om mijn bedje in te gaan.